ben ook echt een melomaan qua muziek. Bert, hallo. Hi. Wat doe jij hier vandaag? Wat kom je hier doen? Ik zit vandaag in Amsterdam omdat ik vanavond op Sint-Amour, vrij uitzonderlijk eigenlijk, maar ik doe een aantal solo-optredens op die literaire avonden, georganiseerd door Sint-Amour. In Amsterdam vanavond, morgen Arnhem. Zondag zat ik in Groningen op Valentijn, op Sint-Amour. Dus dat is best een uitdaging voor mij. Normaal speel ik met de band. Maar voilà. Kijk. Hoe is het anders? Hoe is het anders? Het is veel, veel stiller. Het is een mooie schouwburg. Het is een publiek van mensen die komen luisteren naar schrijvers als Remco Kampert en Ramzi Nasser en zo. Dus het is wel even een andere wereld dan een clubcircuit waar we normaal gezien in vertoeven. Maar dat mag. En hoeveel heb je er nou gedaan tot nu toe? Nu één maar, Groningen zondag. En hoe was dat? Hoe ging dat? Dat was tof. Ja. En wat is precies je taak op die avond? Ik speel een optreentje, een kwartier. Ik speel vier nummers. Het is ook natuurlijk, ik denk dat een deel van de insteek is dat Aanval, onze single nu in Nederland, is de tekst daarvan is een adaptatie van een gedicht van Hugo Claus. En daar heb je dan waarschijnlijk die literaire link, die er sowieso ook wel is. Ik voel me niet zo misplaatst daarin. In onze muziek zijn de teksten ook belangrijk en ik wil nu niet pretenderen dat ik een schrijver of een dichter ben, maar ik ben toch ook bezig met woorden, met tekst, met inhoud. Maar zit je ook echt een beetje in de poëzie en literatuur? Hou je daarvan? Hou je daarmee bezig? Poëzie voor het heb ik ook nooit veel mee gehad, maar literatuur wel ja. Dat is een inspiratiebron. Dat is iets dat je voedt. Dus dat is food for thought, you know. Het is interessant. Ik lees af en toe en voilà, veel meer kan ik daar niet over zeggen. Het is wel zo dat is ook wel iets is dat mij aanspreekt, literatuur, ook films en zo. Ook, ik ben ook echt een melomaan qua muziek. Ik hou ook van heel veel verschillende soorten en van heel veel verschillende stijlen. Van heel veel, ja. Maar je zegt inspiratie, kun je iets specifieks noemen wat voor inspiratie je uit een bepaald werk hebt gehaald bijvoorbeeld? Dat zou natuurlijk een beetje dom zijn, moest ik dat doen, maar omdat ik ga niet letterlijk gaan zeggen van kijk, het volgende nummer is gebaseerd op dit boek, bij Aanval is dat nu een uitzondering, maar uiteindelijk, wat dat mij bijvoorbeeld aansprak, zeker gepakt toen ik met Absent Mind begon en toen ik teksten aan schrijven was zo'n schrijver als Henry Miller die sexus, plexus, nexus, zo de manier waarop hij vertaalt, de manier waarop hij beschouwt, zo dat het aspect van de watcher, van eigenlijk niet betrokken te zijn en toch een schouwspel voor je ogen te zien, eigenlijk kijken naar mensen, kijken naar, ik vind dat hoort ook bij het stadsleven, vind ik. In Parijs is dat zo, in Amsterdam is dat zo, je kan ergens een koffietje zitten drinken en je ziet het leven naar je voorbij passeren, je voelt de dynamiek ook van de stad. Dus dat inspireert mij en ook mensen die daarover schrijven, dat inspireert mij ook. Dus het is gewoon, het is heel interessant om op die manier ermee om te gaan. En dat doe ik ook als ik teksten schrijf, probeer ik beschouwend te zijn. Komt het soms rechtstreeks uit mijn eigen leven, maar evengoed ook dingen die je oppikt onderweg.